Wij hebben de poolparty, jongens. Hey, hallo. Ik ben de Leo. Ik zei meid, heb jij een paraplu? Dat is mijn pas. Met mijn naam erop, kijk. Goedemorgen. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdagochtend 6:50. En ik ben aan mijn werk. Oh, wat zit mijn haar. Heftig. Ik ben aan mijn werk. Ik werk in de kinderopvang, zoals velen van jullie weten. En ja, we gaan er weer voor. Ik ga even alles klaarzetten. Ik ben even de tablet aan het opstarten. Ik ga zo eventjes naar de was. En dan om 7:00 krijg ik al het eerste kindje. En dan gaan we van start, jongens. We gaan van start. We krijgen 8 kinderen volgens mij vandaag. Of 11? Nee, niet 11. 8. 8. 8 kinderen. Kunnen we aan. Let's go. Ik ga een bakje koffie halen. Met mijn naam erop. Kijk. Is toch enig? Even een cappuccinootje. Ja, let's go. Is dat goed? Volgens mij is die melk op. Nee, joh. Ik weet het niet. Gaat dit goed? Ik heb ook even deze gehaald van het weekend. Een 1 liter fles. En dan kan ik gewoon goed in de gaten houden hoeveel ik drink. Top toch? Nou, ik ga aan het werk. Doei. Ik zei meid, heb jij een paraplu? Dat is mijn parasol. Wat heb jij gedaan? Dat is mijn parasol. Ah! Want zeg maar, de current situation is this. Het regent zo hard. Oh mijn god. Regen, zonnestralen. Oh. Even rustig ademhalen. Ik sta ook echt in een jurkie. Ik heb helemaal niks mee. Jij bent niet goed voorbereid, vind ik. Nee, maar ja. Ik dacht, ik zit heel de avond in die meerpaal. Dus dat kan mij helemaal maken. We hebben een paraplu. Oh, het onweert. Ik hou hier niet van. Hallo, het is weer eens vrijdag en ik heb niet gevlogd de rest van de week. Nee, want dinsdagavond zijn wij bij Musical begonnen. Of nou ja, een sneak peek hebben gekregen van het script voor volgend jaar. Dat is heel tof. Ik ga er binnenkort veel meer over vertellen hoor. Dit keer mag dat namelijk wel. Yes. verder heb ik gewoon gewerkt. Geen bijzonderheden. Ja, het was even noodweer, maar het viel hier echt wel mee. Ik begreep dat in Limburg alle straten onder staan. En dat is niet fijn. Veel sterkte daar. Ik weet niet of iemand dit ziet, maar veel sterkte. Vanochtend ben ik naar de parodontoloog geweest voor de 4e en de laatste keer voorlopig. Het gaat nu heel eventjes een klein maandje helen en even tot rust komen. En dan heb ik nog een controle bij de mondhygiëniste. En dan heb ik 1 september, meen ik, heb ik een gesprek nog daar over hoe nu verder. En als het niet goed geholpen heeft, dan moet ik een flapoperatie. Nou, ik wil daar niet eens aan denken. Hou op, schijn uit. Volgende week donderdag worden 2 kiezen getrokken. Hoi. Goed, dat zijn de minder leuke dingen in het leven. Ik heb even gechilled vanmiddag. Ik heb lekker serietje gekeken. Ik heb even geëdit. En nog even met mijn ouders gebeld. Mijn ouders zijn namelijk op vakantie. Ja, ze zijn op vakantie in Duitsland. En ze hebben ook een paar filmpjes voor jullie gemaakt. En die komen straks even in beeld. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb ze zelf... Oh ja, ik heb ze wel allemaal gezien. Het ziet er allemaal heel mooi uit. En ze hebben het heel erg naar hun zin. Dus dat is heel erg fijn. Vanavond... Weet ik niet of ik dat mag zeggen of Stan. Daar kom je nu later achter. Nou, dat was hem even voor nu daar. Goedemorgen. Ik sta hier op Burcht Bentheim. En ik sta bovenop de Burcht. Het is echt een koninklijk paleis vroeger. Maar kijk dit uitzicht, jongens. Thank you.
Zo, goedemiddag. Dit is Roompot in Bad Bentheim, Duitsland. En ik ga jou even het huisje laten zien. Oh, wat dacht je ervan? Lekker eten op het terrasje. Het kletst heel lekker op. We zitten tot nu toe wel droog, maar we gaan het zo nog vieren. De hele dag warm gaat en nu is het koud. De hele dag warm gaat inderdaad. Maar ook hier is het bad weather in bed. Bad hand. Nou Henkie, wat eten we? Zo, goedenavond kijkers van Boos Leven. Wij zijn hier in Bad Bentheim, vakantiepark van de Roompot. En wij zijn erachter gekomen dat je ook kunt bestellen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben gewoon een bestelling geplaatst. En wat hebben wij? Nou, zo direct komt het even kijken. We hebben kipnuggetjes. Hebben we. We hebben bitterballen. Ja. En dan komt het. Frikandel speciaal. Lel. Au, au. Lekker! Ik zeg eet smakelijk en wij genieten verder van onze vakantie. Doei! Zo, goedemorgen. Dit is het park en dit is de oprijlaan. Dit is Roompot Bad Bentheim. En we nemen jullie even mee naar met de route die wij altijd rijden naar het huisje toe. We beginnen wat traag vandaag met de schildpadden. Je moet ergens beginnen, nietwaar? Hé, hey, hallo. Ik ben een Leo. Ik ben 25 jaar oud. En ik zoek een mooie dame. Ik zie er heel leuk uit ook. Maar gaat het ook goed? Ja, ik heb nu jeuk. Ik ga in mijn krabmok. Lekker. Nee. Zeg, heb jij de bokkenpruik op? Hm? Heb jij de bokkenpruik op vandaag? Bäh. Ja, kijk nou mijn snoetje hier. Hé, hey, kijk nou dit snoetje. Ah. Ah, kijk nou toch. Ja, je bent een liefie, hè? Kijk dan in. Ah, liefie, hè? Hé, hey, ja. Jullie zijn lief. Kijk nou. Ach, god, schatjes, hè? En hoe ben jij dan? Heb jij de bokkenpruik op of niet? Hé, hey. Kijk maar eens aan als ik tegen je praat. Nou, oké, maar niet. Goedemorgen, we zijn in een dierentuin beland in, waar is dat in? Noordhoorn. Nou, het is een kleinschalig, nou best wel kleinschalig, best wel groot, hoe kan dat? Nee, we zijn in de dierentuin in Noordhoorn en daar hadden we gewoon even zin in. En wat ook zo leuk is, je hebt hier een looproute en ik wou Ingrid de rund laten zien. Nou, gaat lekker, Henk. Maar ja, heb ik nieuws voor je. Rund is weg. Wap, 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 wap. Wat een flauwe grap, zeg. Is dit nou een buffel of een bison? Een bosbison. Een bosbison? Oh, best bijzonder. Goedemorgen. Wij gaan lekker even boodschapjes doen. Het is weer zaterdag en wij mogen weer de wekelijkse boodschappen halen. Woehoe! We gaan dit keer even naar een andere Lidl. Ook wel leuk. We gaan even een Lidl swappen. Zeggen we dat zo goed? Ja, ik wil mijn hart vast. Wat dan? Lidl-cent, hè? Hij zit echt lelijk zat te roosten. Hi. Hi. Ik ga eventjes iets met jullie delen. Kijk. Delen? Ik heb dus mijn camera-servies. Oh,
kan ik ook vertellen. Ik heb een nieuwe telefoon besteld. Ja. Maar ik heb dus een jurkje aan. Heel leuk. Helemaal enig. Maar die... Dat ze heel worden. Maar die heeft dus lange mouwen. En dat is echt vervelend. Ik kan hem nu wel zo, zeg maar, oprollen. Maar dat is zo'n elastieke band. En dat gaat dan op een gegeven moment irriteren. Maar het is gewoon 30 graden. En dat vind ik vervelend. Dat wilde ik even zeggen. Ik heb maar 2 jurkjes met korte mouwen. Waarvan er eentje van de week is gesneuveld. En dat was mijn favoriete. Dat was echt jammer. Jammer, hè, dat die ene stuk is. Welke? Ja, maar heb je hem nou gevonden? Hè? Ja, maar hij is uitverkocht. Niet in mijn maat. Hey bro, bericht sturen nou. Top. Stuur ze een mail. Nee. Ik eis een nieuwe jurk. Wil je deze afscheuren? Wij doen echt ouderwets een briefje, een boodschappenbriefje schrijven in plaats van op ons telefoon. Leuk hè? Neem je ook een pennetje mee? Dat vind ik lekker. Een pennetje. Dan kan ik gewoon, weet ik zeker dat ik het vergeet, zeg maar. Ja, maar je kan ook gewoon een checklist op je telefoon. Ja, maar ik vind dat zo hinderlijk, man. Dan zit je in, met de hele tijd met de telefoon in je hand. Oh ja, want dat kan niet. Nu heb je het met een briefje in hand. Deze man. Nou, we gaan. Kom. Alles is gelukt met de boodschappen, gelukkig. We hebben lekker fruit gekocht en we hebben een fruitmandje. Kijk, dit is toch helemaal cutie. En we hebben een staatslot, want Stan we liepen langs een winkel en zei Stan, ik voel dat wij een staatslot moeten kopen. Ik zeg, dan gaan wij dat doen. Dus we hebben een staatslot gekocht. Dus ik ben benieuwd, de trekking is op 1 juli. We gaan het meemaken. Stan is nu even snel racen naar een plek waar hopelijk zijn zonnebril ligt. Want hij is zijn zonnebril kwijt. We hebben het hele huis overhoop gehaald, maar we kunnen het niet vinden. Dus dat is wel verbalen. Corinne komt zo deze kant op en dan gaan we lekker in het zwembad. Het is zo heet. Het is echt zo warm. Dus we gaan even lekker afkoelen. Wij hebben de poolparty, jongens. Papa en mama zijn terug van vakantie. Yeah. Opa en oma zijn hier en opa heeft ook zijn zwembroek aan. Gezellig. Ben jullie wel een beetje aan het branden, want ik heb verstand niet. Hij heeft zijn gehoorapparaat uit. Denk op de edele deel. Ja. Oh, heerlijk opa. Ze gaan een draaikolk maken. Nou, daar gaan ze hoor. Ik doe mijn best. Maar op een gegeven moment moet je zo, als een soort voetenshouding. Dit is zo droog. Oké, 3, 2, 1. Hey, kan dit zachter? Ja. Ik zie eruit alsof ik vet hard heb gehuild. Maar ik heb echt. Ik ging net een ui snijden, want we gingen koken. En dit was echt een scherpe ui, hè? Ja, een scherpe uitje. Ik heb echt zo hard gehuild en veel tranen. Dus ik heb niet gehuild hoor, geen paniek. En het komt ook door chloor van het zwembad. Wat hebben wij een lekkere middag gehad, hè? Lekker weekend gehad. Prima zo. Heerlijk. Wil je nog even vertellen wat jij hebt gedaan vrijdagavond? Ja, ik heb een proefles gehad voor de motor. Want, wat wil jij gaan doen? Motorrijden. En wat gaat er dan weg? De auto, de Civic gaat weg. Dat zegt niemand wat. De Honda. Zijn Honda gaat weg. Ja, die gaat pleiten. Ja, los pleitels. Dus daar komt woensdag iemand voor kijken en ik hoop dat die hem dan wel neemt. Ja. En anders dan komt er wel weer een ander, maar... En je wil gewoon heel graag gaan... Ja, ik vind het gewoon... Hij staat gewoon daar buiten onder een boom. En het is gewoon allemaal stof en roest. Ja. En ik heb liever dat iemand anders er plezier van heeft dan, zeg maar. En ja. Elke keer denk ik van, wordt die gestolen? Of gewoon een beetje... Te veel kopzorg. Veel kopzorg. Ja. Oké, dus dat is Stan... daar is Stan mee bezig. Stan de Motorman. Stan de Motorman. Nou, Corinne en Stan die waren al vrienden. Maar nu zijn ze nog meer vrienden. Want Corinne heeft natuurlijk ook de motorrijbewijs. Ik ga even deze vlog afsluiten en dan ga ik hem uploaden. En vanaf volgende week ga ik filmen met mijn nieuwe telefoon. Ik heb een Google Pixel 7a. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. De camera zit ergens anders. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe ik dat ga ervaren. Maar daarin neem ik jullie volgende week mee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week. Later!